Voor aanvang van de fietsersteentocht is het bij fietsenmaker Kroontje een drukte van belang. Tientallen deelnemers van de Elfsteentocht laten op de laatste dag voor het evenement hun fiets controleren. Freddy Kroontje heeft het er maar druk mee. Nou, eigenlijk heb ik het al vier weken achter elkaar al super druk. Ik ben echt van 's morgens vroeg tot 's avonds laat aan het werk in de racefietsjes. En ATB'tjes en alles wat met de races te maken hebben met de toertocht. En ook natuurlijk van de tochten daaromheen. Niet alleen altijd de Elfstedentocht, maar ook de Alpe de Westgangers. Maar de Elfstedentocht heeft toch nog wel een hoofdmotor hier. Ja. Jullie drukste dag van het jaar? De Elfstedentocht zelf niet. Het is meer de dagen voor de tijd dat het echt het allerdrukste is. Of er moet echt zodanig regen vallen, dan wordt het toch wel weer extra druk met toch weer de bandjes en zo. Want dan heb ik kansen op lekke banden en is dan aanzienlijk groter. Ja. Voor jullie is het natuurlijk beter. Nou ja, goed. Ik verdien er natuurlijk aan en dat zou ik ook niet onder stoelen of banken steken. Maar ik vind wel altijd, het is belangrijk dat de mensen genieten van die tocht zelf. En dat de mensen toch een beetje zonder pech, toch een beetje en met een beetje mooi weer toch die tocht kunnen vervolgen. Want dat is eigenlijk het allermooiste. Wij hebben het goed voor elkaar en ik wil altijd maar dat die mensen een beetje normaal en lekker op die fiets blijven zitten.